Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag gaan we verder met Let's Play Assassin's Creed. De vorige keer zijn we blijkbaar in Memory Block 2 gebleven, maar we gaan direct beginnen aan Memory Block 2. Als het goed is, werden we gehaald uit Animus. Wie? Hupsakee, ik heb nu eens gelijk ook, godverdomme. Out of the machine, Mr. Miles. What's the matter, Doc? Miss Stillman is once again insisting I let you rest. Dit is weer de spannende gameplay. Niet dus. Ik heb trouwens ook de game audio wat luider gezet, omdat daar een vraag naar was. Oh, mag ik mee? Alteer, dat is een oude. Ik hoop dat het nu wat beter is. En als het niet beter is, dan gaan we daar iets op moeten vinden. Hola. So, feel like telling me who put the stick up his ass? We have a deadline. 1 week. Well, 6 days now. Deadline? I can't talk about it. Man, put yourself in my shoes. I'm being held hostage by a group of scientists. At least I think you're scientists. And forced to spend all day in some crazy-ass machine. You won't tell me what you're looking for or why you want it, but I'm supposed to be thanking you for keeping me alive. This is so fucked. Yeah, that's all right. Sorry, but it is. What do you want me to do? Let's see. I don't know. Maybe give me some answers? I can't. And it's better this way. Safer. Safer for who? Both of us. Oh, hij heeft zo hetzelfde haar als mij, hè. Hey, you know what? I've got a question I think you can actually answer. What's up? Why is it that sometimes the guys in there talk like they're from the future? The future? I mean the present. Now, today, whatever. You've probably noticed that English has become the official language of the Holy Land. Yeah, I was gonna say. The Animus is translating speech it deems vital into more modern English, so expect a few anachronisms. I could probably make it more authentic, but you ever read Chaucer? Who? Yeah, definitely not for you. Okay, sorry dat ik niet intellectueel genoeg ben voor u. With you. Fuck off dan. Kom, laten we hierin gaan. Kom, juist pieten. Dan kunnen we terug met Altair. Ik bedoel, het speel. Snap. Ah ja. The following morning. Hoe slaapt hij nu, joh? Time's wasting. Ja, zeg. Time is wasting, zeg, zegt. Was zij toen? Sleep is wasting? I don't know. Oh well. Where's Lucy? Oh, don't worry, she'll be with us soon enough. So why are you doing all this, Doc? What are you hoping to accomplish? You turn the television on lately? Read the newspaper? Never cared much for that stuff. Then let me sum it up for you. The world's a mess. It's pathetic, really. You've seen it firsthand yourself. 1,000 years between you and your ancestor, and society remains just as barbaric, just as stupid. And your point is? Order, Mr. Miles. The world needs order. That is what we're working towards, and that is what you're helping us to achieve. You expect me to believe you're building a better tomorrow? That's exactly what we're doing. The human race calls out for direction. They want to know why they're here, what they're meant to do. Well, we're going to tell them. And once they understand how to live their lives, everything will be better. Better how? An end to all conflicts, large and small. Isn't that what you assassins strive for? Peace in all things? I told you, I'm not an assassin. Right, right. I still don't see where I fit into things. In time, Mr. Miles. In time, you'll understand. Just precies G, man. I don't care either way, as long as you show us where it is. Where what is? Sorry, I'm late. Ready to go? Ja, 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 ik ben al lang ready to go. Godverdomme. Echt mannetjes. Jongens. Ja,
Deze doen ze er toch om. Dat lijkt ook. Oh, hè? Godverdomme. Nee, maar het is nu wel heel duidelijk dat Vidic een Templier is. Als hij al begint over Order, sounds kind of Templar to me. Ja, Memoryblok 2 hebben we niet volledig gedaan. En Memoryblok 3, I don't know. Time to start the program, Desmond. Oké, dus we moeten nu 2 mannetjes killen en dan pas terug eruit getrokken worden. Dat is wel goed nieuws, in plaats van elke keer. Anyway. Nu kunnen we eindelijk de game spelen. You've done well. Ah ja, nee, laat maar. And I'm confident that this is but the first of many successes. Tamir spoke as if he knew you well. He implied my work had a larger meaning. Significance comes not from a single act, but the context within which it is performed. The consequences born of it. Then is there more I need to know? Altair, your greatest failure was born of knowing too much. If I choose to withhold information, it is only to ensure you do not make the same mistake a second time. I see. No, you don't. And it will remain this way until you've learned your lesson. Still, you have performed competently. And as such, I restore a rank and will return a piece of your equipment. Go now. Nice. Either to Akka or Jerusalem. There are men in both cities who require your attention. The bureau leaders can tell you more about what needs to be done. Nice. Dus ik moet kiezen tussen Akkeren of Jeruzalem. Ah ja, ik heb dat mesje terug, maar dat is fucking slecht. Dat gebruik je nooit. Ja, kijk. Misschien wist ik gewoon niet echt hoe je dat mesje moet gebruiken. Ah ja. Het ook nog. Altair! It seems my students do not fully understand what it is to wield the blade. Perhaps you could show them what you know. Ah ja, er werd ook gevraagd achter subtitels, maar die kun je effectief niet aanzetten. X is het linkse. Wacht, hè. Ah. Ja. Allee, wacht, hè. Oeh. Moet ik het inhouden, of? Press and hold. You must be busy. Au! Goed genoeg, zeg. Die jongen. Combo kill. Counterattack. Yes. Ik denk niet. You must be busy. I understand. Ik denk niet echt. Ik denk dat dat wel de bedoeling is. Ik zal straks vechten met. Dit, denk ik. Ja, dat is. Maar. Dat is echt niet. Geloof me, als ik echt dat niet de moeite is. Maar ik zal toch eens laten zien als ze op de Holy Land. Wat Mongolen tegenkomen. Ah, wel. Wat mannetjes. Ik weet niet of dat offensive is. Pak van wel. Ja, dan gaan we eens kijken hoe dat werkt. Hoopsakee. Dat is wel vriendelijk als ze hier speciaal voor ons een haybale hebben neergezet, zodat wij onze Eagle Flight dingen erin kunnen doen. Kunt jij? Oké. Het grappige is, ze zien er blauw uit, maar. Ze behandelen je hetzelfde als alle andere guards. Als je nog maar iets raar doet, je springt op een gebouw, dan begin je te flippen en dan slaan ze je gewoon neer. Maar ja, dat weet iedereen wel. Iedereen die de vorige aflevering heeft gezien. let's go. We gaan naar Akkeren, denk ik. We zouden ook eerst naar Jeruzalem kunnen gaan, maar pff,
Akre is zo minder cool, denk ik. Dus misschien is het leuk om eerst Akre te doen en dan Jeruzalem. Want de laatste tempelier is ook Jeruzalem, dacht ik. Dus dan is het sowieso logischer dat we nu gewoon eerst Akre pakken. En dan Jeruzalem. Maar Damascus gaat nu niet meer. Nee, dat gaat niet. Daarvoor moeten we nog eventjes wachten. Ik snap ook niet wat het nut is van dit stukje pad, maar oké. Dit is trouwens de voorlaatste keer dat we hier rijden met ons paard. Of de derde laatste keer. Maar waarschijnlijk de voorlaatste keer. Want als je één keer bent geweest in elke stad, kun je fast travelen. Ja, ik kan kiezen. Ja, ik kan naar Akker. Oké. Oh, voilà. Daar zou ik een paard. Dus de vorige keer hebben we dat uitkijkpunt hier links van mij gepakt. Nu is het echt wel de bedoeling dat we direct naar dat viewpoint gaan. Oké. Okay. Nice. Kijk, en hier staan al wat slechte mannetjes. Oh, en als je dan zo galopeert, dan worden die boos. Ja, sorry hè, dat ik al snel wil rijden op een paard. Nou, hier is ze. Ja, dan moet je maar niet in de weg lopen, mevrouw. Ah, godverdomme. Ja, zeg. Oh, shit. Hey. Oh, even wat chemische formules op mijn beeld. Durf stenen te gooien. Uh-oh. Kom aan, sneller Altair. Ze geraken ons kwijt. Let's go. Oh, godzijdank. Yes. Ik had er echt geen zin in om stenen op mijn bakjes te krijgen. Holy fuck. Waarom dat galopperen met een paard? Mag dat ook al niet meer, weet je. Politie staat. Oh. Oh, dat wist ik niet, dat hier boten zijn. Wil ook even naar kijken, ook al valt daar gewoon niks te doen, man. Snuitige boten zijn cool. Zie mijn paard daar ook gewoon staan. Nice. Viewpoint complete. Ah. Ja, het ziet ernaar uit dat ik mijn paard ook ga achterlaten, dus ja. Zo komt hij daar, oké. Dan moeten we nu dat viewpoint pakken, hè. Ja, je mag eruit gaan eerst. Ah, die wou wachten tot hij neutraal was. Fair enough. Slim gezien altijd hier. Ja, ik zal hier even wat trager doorgalopperen, want anders... Ja, ze zijn nog steeds boos. Hè. Maar ja, joh! Oh shit, dat is wel hoog. Kan ik op dat dak? Oh, pfff. What the fuck? What the hell was dat juist? Ik heb een idee. Oké. Hey, blijf je zo met mijn paard? Dat was denk ik alles behalve de bedoeling. What the fuck? Ik hoop trouwens dat ik er juist aan het rijden ben, want ik heb geen zin om verkeerd te rijden. Echt niet. Ah ja, boehoe, boehoe. Ah, oké, okay. Was vriendelijk. Ah, nu, de refrein is nu wel. Oké. Ben ik juist aan het rijden? Ik denk het wel. Ah, what the fuck. Ik wist niet dat deze zo uitgebreid was. Oké. Okay. Oh shit. Allee, ik ga eraf. Voordat ze steen op je bek smijten eerst. Corona. Haha, grappig. Iemand die hoest corona. Oké, sorry. Dat was toch wel heel merkwaardig, dat paard van daarnet, zeg.
De meest gekke bug dat ik ooit heb meegemaakt is dat ik ineens 100 meter de lucht in vloog en ik was gewoon dood. Nooit meer meegemaakt, hoor. Boom. Even die viewpoint. Zou wel eens goed kunnen dat we alle viewpoints in het kingdom gaan... Dit heet het Holy Land, maar eigenlijk is het kingdom. Ze noemen... De present day mannetjes noemen het ook Holy Land, maar het is echt wel kingdom. Back. Voilà, ze naar Akre. We zijn er al bijna. Ja, maar ja, joh. Oeps. Boom. Hier lelijk. Oeh, nee, nee, niet tegen mijn paard. Aha. Ze hebben zelfs een ding, een paaltje waarop staat waar Akken en waar Jeruzalem is. Dat is wel nice. Ah, ik zeg, hier zou zoveel te doen kunnen zijn, hè. But they made the game useless op dat gebied. Is hier eerst een ding? Arsoef. Dus ik was er. Dat is voor op het einde van de game. Ik weet eigenlijk wel wat het is, hoor. Laat mij gewoon een viewpoint pakken en dat is geen probleem. Ja, ik ben er niet. Ja, ik weet niet wie dat was, maar... Assassin! Geen stenen gooien. Oh, ze gaan stenen gooien volgens mij. Too late for that. Dus even gewoon door op een paard te rijden, hoeveel mannetjes ik al kwaad heb gemaakt. Hallo, is maar paard, hè, man. Oei, oei, oei. Nee, 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 nee. Boom. En daar links is de ingang naar Akre. Maar we hebben wel redelijk wat viewpoints gepakt. Oh, dat was geen dierenmishandeling. Jeet! Die zien we niet meer terug. Ah, eindelijk een Akkeres, zeg. Als je uit van 9 bent, refill je stock by returning to Messiah of by pickpocketing thugs. Out of what? Ja, jongen, hey, ik ben er, maar juist. Ja. Salut. En salut. Uh-oh. Ai, 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 ai. Oké, ik ben hier niet zo welkom. Oh, great. En er zit ook nog wel volk op de daken. Sorry man, maar ik weet dat jij er niks mee te maken hebt, maar... U kan ik even niet gebruiken. Ah, hier gooien ze allemaal archers op het dak. Godverdomme. Ik ga eerst even met... Oh, dat was een steen. Even rustig, mannen. We gaan even rustig worden. Oh, mijn god. Ik hou ervan dat ik gewoon iedereen negeer. Ah ja. Ah ja, niet. Oké. Oei, oei, oei. Eavesdropping. Ah, sure. Eavesdropping. Oh.
Wacht, hè, zo anders? Dat is... Maar jongen. Au. Oh. Ja, ah, oké. Okay. Ah, daar is een dakterras. Had ik daar even... Allee, klim omhoog, kut. Oh mijn god. Fuck man, deze game is een brak. Jezus zeg, ah, nu kunnen we eindelijk van de mooie geniet van Akre genieten, zeg. Ah, you're being watched, oké. Okay. Hallo, ik geloof in God. Nee, ik ga gewoon iemand afluisteren, don't worry. Be happy. Ah, ik moet die afluisteren. You hear about Elaine? The archer who guards the eastern wing? Poor bastard's brother caught an arrow in the throat. Doubt he'll last the night. How can he continue to work, knowing what's to come? He visits his brother often, so I cover for him when I can. You aren't there now? No. I've family business of my own to attend to. Then he'd best hope the doctor doesn't learn of his desertion. He won't. Long as you stay silent. Don't worry. Your secret's safe with me. There's some fortress rule guards absent from duty. Ja, jij gaat mij weer suspicious vinden, laat me raden. Oké, ik stel voor dat we zo gaan. Zo, en dan die drie viewpoints pakken. Hopelijk is dat genoeg. Het gaat weer een lange aflevering worden, heb ik de indruk. Ah, maar ja, zeg. Ah, nu weer toch zijn. Ja, maar kijk, zou je eens willen stoppen? Werkt nog wel iets beter dan ik dacht. Oké. Hopelijk vinden ze die deur niet. Je ziet wel dat dit een redelijk poor district is. Oh, mijn jongen, zeg. Staat er nou weer alleen? Oh. In Damascus stond er hier tenminste niet. Godverdomme, hier staat er ook een. Ah. Hallo, oké, die is juist vermoord, Cash. You're not supposed to be here. Leave. Van een pannenkoek serie, jij. De torens zijn hier wel minder hoog, heb ik de indruk. Want in Damascus waren ze redelijk hoog, hier zijn ze redelijk laag. Wallace. Oh, man. Oké. Okay. Hebben we al wat nieuwe missiekjes unlocked? Nope. Oké, dat viewpoint. He should stop acting like this. You dirty thief! No. I'll have your hands for that! Stop it, please! Sorry hoor, maar dat maakt me nu eens echt niks uit, die civilians. Ik weet het nog. Maar zeg, mag ik gewoon niet op een gebouw klimmen? Gooit er gewoon iemand te stelen, mijn bak is, zeg, hallo. Percent. This place is restricted. Be gone. I'll cut you down. Voilà. Combat 100. Oké, okay, dus
Dat mesje is wel redelijk goed voor archers, dat wist ik eigenlijk niet. Allee, dan heeft dat toch nog een goede toepassing. Oh man, stealth is echt... Oh ja, hoe kun je nu stealth al die archers uitnemen? Dat gaat er gewoon niet, of ben ik nu gewoon een jockey? Die ik gewoon gelijk heb. Ik denk wel echt... Voor een poor district hebben ze wel gedacht aan de roof gardens. Dat is wel very nice. Ah, oké. Okay. Ik kan hier ook ergens stelen. Laat ik dat ook wel even doen. Wie weet ik dan gelijk genoeg informatie. Ja, kom er maar uit, zo. Ja, goeie vraag. Goeie vraag, inderdaad. Ding is, ja, ik loop nu ook gewoon niet te vaak over de daken, want... Oké, wacht. Hoe kom ik daar? Ah, dat is hier binnen. You something to say? You need something? Don't have any money? No. The family's sick and dying. Could you spare a coin? What is it now? I need some. My own way. I'll have your head. Your mind. Fuck off. Like that? Ooh. Oh, that's... Ooh, yeah. Okay. Lekker, lekker, lekker. Oh, my. Hoe doe ik die coole combat dingen? Ja. Ik snap het niet altijd even goed. Goed, van wie moet ik stelen? Aha. Je hebt te far to pickpocket, maar ja. So what you got there? Rubbish. The man had no coin to speak of. Just some damn tube. All I found was a bit of paper with these nonsense scratchings. Them's not nonsense, but words and letters. Why is a man putting words and letters in a tube? It's a waste of tube, if you ask me. Must be important. Give it here, and I'll have a look. Like you helped last time. I ain't letting you steal this. Well, ain't you clever? Have fun with it, then. I'd leave if I were you before I really get angry. Sorry. Great. Oh man. Do I look like a merchant? No. So go away. Who's responsible for this? Uh-oh. Gotta go fast. Allee, nee. Oké. Okay. Het assessenbureau is wel vrij dicht, dus ik zal eerst naar het assessenbureau gaan, nu ik toch anonymous word. Waste of my time. Wallace. Oké. Voor een stealth game is een stealth wel echt verschrikkelijk slecht in deze game. Holy shit, man. Wallace. Like, de graphics en de atmosfeer is niet per se slecht, maar... Oh, gameplay's mechanics en de... Ah, Altair. En het ritme, goh. A little bird told me you'd be paying a visit. Al-Muallam has ordered the execution of Gagné d'Anaplus. The Grand Master of the Knights Hospitalier? Indeed. And I have already determined when and how to strike. Share your knowledge with me, then. He lives and works within the Order's hospital, northwest of here.
Rumors speak of atrocities committed within its walls. It seems the good doctor enjoys experimenting on innocent citizens. Most of them kidnapped and brought here from Jerusalem. Clever. By stealing his subjects from another city, he avoids arousing too much suspicion here. But back to the matter at hand. Yeah. What is your plan? Gagne keeps mainly to his quarters inside the hospital, though he leaves occasionally to inspect his patients. It's when he makes his rounds that I will strike. It's clear you've given this some thought. I give you leave to go. Oké, dat was gemakkelijk. Oké, de aflevering gaat toch iets minder lang duren dan ik dacht. Remove this stain from Akka, Altair. Perhaps it will help cleanse your own. Rest here until you're ready to begin your mission. Ja, maar ben al klaar, dus. Okay. What news, Altair? I simply need a moment's rest. You should make haste. We do not want to keep Al-Mualim waiting. Okay. Yeah. Okay. Dan kunnen we gelijk aan de assassination. Ik heb amper iets van de side missions gedaan. Maar boeien. Ja. En jij zegt... Nee, Aki. Dus je kunt gewoon niet rustig over de daken gaan. Of een nasje. Om nu die op het dak. Oh, man. Ah, dat wil ik ook nog vertellen daarnet. Dus, ik heb deze let's play deze keer gedaan in 2015 of 2014. En ik was zo aan het zeggen tegen mijn kijkers van dat ik die arme mensen irritant vond in deze straat. En zo iemand in de comments gaf met zo'n hele preek van... Ja, maar ja, die zijn arm en die kunnen daar ook niet aan doen. En in de echte wereld, bla 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 bla. Ik was zo van, what the fuck? It's just a fucking videogame. Ik bedoel daar niks slecht mee. ik heb al een keer 5 euro gedoneerd aan een zwerver. Nee, dat is al veel. Nee, maar ik wil maar zeggen, ik vond het wel een leuk verhaaltje. Ik vond het was gewoon een absurde comment. Het was zo 8-7 lijntjes likes. Wow. Ik ga eigenlijk nog kijken. Nee, ik zelfs misschien nog kan terugvinden. Ja, ik kan ook niet zoveel moeite doen om het in. Oeps. What the fuck? Dat was niet de bedoeling. Oeps. Achtervolgt hij me. Is hier een... Oké. Dekteras. Come back here, coward! Ja. Dat was nooit persoonlijk één bedoeld. Ja. Oké. Problem solved. Ja, ik hoop gewoon nooit een citizen killen. Ineens gaat Altair hier al rond en... Kijk, het is waarschijnlijk niet de bedoeling dat je gewoon aan de ingang komt staan. Au. Stop er maar mee. Ja, zeg. Ah, oké. We zullen niet proberen. Nee. Kijk dat er een andere ingang is. Nee. Oké. Ja, zou die mij de keer mij gerust kunnen laten? Now why is he doing that?
Shh, Marcus. It's forbidden for you to be here. Sorry. He must not be a sound man. No, you don't understand. I'm poor, sir. I need the money. Ah ja, nee, nee. Have you coins, dollar? Nee, ik heb eigenlijk geen geld. Ja, sorry, zeg. Waar is die dude? Ah, hier. Kijk, hè. Mensen die irritant zijn. Oh, dat is zo. Oeh, vlaggetje. Boom. Let's go. Oh, een van de 33. Nice. Oké. Hier kan ik duidelijk wel een ingang vinden, denk ik. Boom. Kijk, dat is een cool stealth Assassin's Creed shit. Oh shit. Guess hoeveel guards kan een fucking hospitaal hebben? Aha. Hier is wel een ingang. Kan ik ergens inspringen? Eens kijken. Even kijken waar dat hier is. Leave, peasant. Wat? Ah. No, help! Help me! Help me! Preparation is crucial to your success. Ja! Als hij die gewoon doodvalt, dan kan ik vooral weer aan doen. Oké. Oké, oké, oké. No, help! Ben niet dood. Ben niet dood, dat is goed. Help me, please! You must help me! Oh. Enough, my child. I asked you to retrieve the patient, not to kill him. There. Everything will be all. That's the guy need an apology. Don't touch me. Not again. Cast out this fear, else I cannot help you. Help me? Like you helped the others? You took their souls. I saw. I saw. But not mine. No. You'll not have mine. Take hold of yourself. Do you think this gives me pleasure? Do you think I want to hurt you? But you leave me no choice. Every kind word matched by the back of his hand. All lies and deception. He won't be content until all bow before him. You should not have done that. Return him to his quarters. I'll be along once I've tended to the others. You can't keep me here. I'll escape again. No, you won't. Break his legs, both of them. Oh, no. Ah, fuck. I am so sorry. Have you people nothing better to do? Ah, nice. Hoe kom ik daar dan in? He stirs. How did you do it? I have my ways. The worst is over. So tired. Fast, my child. No. Looks kinda chilly here though. Mm.
to harm. Get away from me! They will look like this and that. I'll kill you. I doubt that. Ah, oh, that is some... Oh, no. Okay. No. How? Oh, is hij niet Go away, peasant. Make room! Oh. Ah, daar is hij. Allee. Stop. I trust today is better. What do you want? Only to help you. No, you want to hurt me. It's all you've done since you brought me here. My child, the very fact that we're having... Nee. Fuck, die klojo heeft dat echt verpest, gest. Oké, dan. Fuck, dude. Godverdomme. Aha, ladder. Ai, 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 ai. Oké. Wat? Ah, als jij naar mij komt, sure. Kom dan, ga niet naar plus. Au. Voilà. Boom. Allee, slag hem dood. Oh my. Voor ik ga niet. Oh, godverdomme. Oh. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nee. Oké, okay, nee, is goed. Merci. Oh, fuck. Oh, full cast. I'll rest now, yes. The endless dream calls to me. But before I close my eyes, I must know what will become of my children. You mean the people made to suffer your cruel experiments? They'll be free now to return to their homes. Homes? What homes? The sewers? The portals? The prisons that we dragged them from? You took these people against their will. Yes. What little will there was for them to have. Are you really so naive? Do you appease a crying child simply because he wails? But I want to play with fire, father. What would you say? As you wish. Ah, but then you'd answer for his burn. These are not children, but men and women full grown. In body, perhaps, but not in mind, which is the very damage I sought to repair. I admit, without the Peace of Eden, which you stole from us, my progress was slowed. But there are herbs, mixtures, and extracts. My guards are proof of this. They were madmen before I found and freed them from the prisons of their own minds. And with my death,
Madmen they will be again. You truly believe you were helping them? It's not what I believe. It's what I know. Ooh. Ah ja, wacht, jij zei het alleen nog maar zeker. Ja. Oh shit. Oh. Hope, kid. Oké. Okay. Deze, sorry, maar die mannetjes die mij aan het duwen waren, die waren irritant en ze hadden, sorry, echt absoluut niks te doen in dat hospitaal, maar echt niks. Holy fuck. Ik begon legit kwaad te worden, hè? Oh ja, nee, niet naar beneden vallen, want dan zien ze je dood. Oh. Die ene dude dat ik ineens een zwaard in zijn nek gaf, holy fuck, dat was bruut. Ja, zeg, stop daar iets mee. Ik heb alleen maar, ik ga niet een applaus gekild hoor. Applaus, haha, funny. Ja, fucking hell. Ah, nog één. Oh. Nee, come on. Ah, godver. Oh, dat zijn er vrij veel. Come on. Oh my god. Nah, dat zijn we kwijt. Nice. Ah, mijn kat staat voor het raam. Ik ga hem even binnen laten. Ja, want het is koud buiten. Koud. En een hoop sneeuw in mijn kamer. Wassen. Ik ga even naar het assassinbureau waar ik bij ben gestopt. Deze spelmaat. Nee. Doe normaal. Oh. Yes, I'm back. What news, Altair? Gagné is dead. Then you should return to Masyaf with news of your victory. There is something else. Speak it then, or would you have me read your mind? What do you think he wanted from these people? That he would keep them and experiment on them as he did? Yours is not to ask, but act, Altair. It doesn't matter what he did or why. Only that he's dead. But Gagné seemed to believe he was helping these people. Is that what you saw? No. What I saw was not a place of healing, but of pain. Then why are we having this conversation? I don't know. Forget I spoke of it. I already have. Keren, je bent ook niet vriendelijk. Oké, dan ga ik zo de aflevering wel afsluiten, want het heeft wel lang genoeg geduurd, denk ik. Target has been eliminated. Return to Al-Mualim. Fast forward memory to Masyaf. Yes. Maar boys, dat wordt voor de volgende keer. Het was weer echt een teringlange aflevering. De volgende aflevering zal waarschijnlijk ook zo teringlang zijn. Maar dat maakt niet uit. What the fuck was dat? Ik heb mijn boeien. Dus hoop je het vindt leuk. Vast een blauw rampje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we verder in. Let's play Assassin's Creed 1. En ik zeg... Ciao.